Welkom bij de krultutorial van Steven Francis. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de perfecte krul kan maken met de airstyler. En dat gaan we doen met behulp van deze opzetstukken. Zorg dat je haar nat is en dat je een heat protector en krulmoes hebt ingebracht. En dan gaan we nu beginnen met feunen. Zorg ervoor dat je haar voor zo'n 50% droog is. Dan gaan we verder met de stijlborstel en je mag het nu tot zo'n 70% droog stijlen. Ook krijg je er nog super handige clipjes bij. Hiermee kan je haar in secties verdelen en kan je haar dus ook makkelijker krullen. Ik heb haar in twee secties verdeeld en dan gaan we nu beginnen met krullen. Zoals je ziet heeft de airstyler drie verschillende standen. Als je gaat krullen zet je hem op standje 3 en dan hou je hem 10 seconden vast. Daarna zet je hem op standje 1, laat je hem even afkoelen en dan hou je hem ook 10 seconden vast. Daarna op 0 en haal je de krul eruit. Voor het maken van de krullen heb je ook nog twee verschillende opzetstukjes. Eentje voor links en eentje voor rechts. Dat kan je hier zo zien op het pijltje. Dan krijg je dus echt de perfecte krul voor iedere zijde. En om je handen te beschermen kan je ook gebruik maken van deze handschoen. Zoals je ziet is dit het resultaat geworden. Mega veel volume en je bent ook nog eens mega snel klaar. Hoe chill is dat? Wil je dat er de hele dag extra goed blijft zitten? Maak dan ook zeker gebruik van een beetje haarlak. En ook hebben we een mega handig opbergzakje, zodat je je spulletjes lekker overal mee naartoe kan nemen. Voor nu heel veel succes met krullen en bedankt voor het kijken van deze video.